Een hele goede morgen, zo ik zie eruit. Wij zijn dus gisteren nacht heel erg laat thuis gekomen. Ik denk echt rond 3 uur of zo. Dus ik ben echt helemaal gesloopt. Thuis vooral omdat het vandaag echt heel erg warm. Dus ik ben echt vandaag om 8 uur 's ochtends wakker. En ik moest even naar de wc. En toen ben ik daarna niet meer in slaap gevallen. Dus ik ben gewoon helemaal gesloopt. Ik ga me even klaarmaken. Ik ga even mezelf opfrissen. En dan ga ik even wandelen. Dat is even de planning. Even een uurtje wandelen. Want straks wordt het echt heel erg warm. Het wordt vandaag namelijk 30 graden. En dan kan ik echt niet meer wandelen. Dus ik ga als eerst even wandelen. Ontbijten. En dan moet ik eigenlijk de hele dag door gewoon editen, editen, editen. Want ik moet echt gewoon alle vlogs editen voordat ik dus naar Frankrijk ga. En in de avond heb ik afgesproken met Honey. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik moet even de batterij opladen van mijn camera. Dus ik zie jullie pas als ik weer terug ben van wandelen. Oh mijn god jongens. Nessim heeft gewoon de afwas gedaan voordat hij naar werk is gegaan. Thank you man. Let niet op dit. Ik heb even alle deuren en ramen opengegooid. Ik ben zo benauwd is hier binnen. Het is namelijk 28 graden hier binnen. Nu toch tenminste een beetje in huis. Kijk, hier op mijn stoel. Leuk hè? Zo gezellig. Oh mijn god, kijk mijn gezicht jongens, ik ben helemaal rood. Ik heb eigenlijk de hele dag lopen editen. En toen ben ik lekker gaan slapen in de zon op het balkon. Dus ja, ik heb denk ik wel een beetje een kleurtje gekregen. Mijn gezicht is helemaal rood, dat heb ik eigenlijk altijd als ik zon. Ik ga even lekker snel douchen en mezelf klaarmaken. En ik denk dat ik nog even snel Olaplex in mijn haren ga doen. Zodat ik straks echt even mooie krullen heb. Oh my god, mijn gezicht. Zo, ik heb inmiddels al een half uur Olaplex in mijn haar. Ik ben even mijn gezicht aan het reinigen. Ik heb gisteren eigenlijk niet eens fatsoenlijk mijn make-up eraf gehaald. Dus ik moet even mijn mascara even heel goed verwijderen. Kijk. Oh, wat erg. En daarna ga ik gewoon lekker douchen. Snel klaarmaken. En dan ga ik richting Hon. Ik heb Hon echt gemist, want die heb ik echt heel lang niet gezien. We gaan waarschijnlijk samen Turks eten. Ik wou reserveren, want met corona kan je tegenwoordig niet overal heen zonder reservering. Maar ze nemen niet op. Dus ik hoop echt dat er plek is voor ons. Zo, ik heb even mega snel mijn haren gedaan. En mijn make-up. Ik vind mijn make-up niet echt heel erg mooi vandaag. Maar goed, ik heb het even heel snel gedaan. Ik moet even snel Honey ophalen. En volgens mij ben ik zelfs aan de late kant. Ik moet nog even parfum opdoen. En schoenen. En dan ben ik ready. Kijk weer hoe mooi mijn haar zit. Dankzij Olaplex. Not sponsored. Ik ben er echt heel blij mee gewoon. Ik heb ineens laten zien wat ik aan heb. Maar ik heb een jurkje aan van de Zara. Die hebben jullie al wel eens voorbij zien komen als het goed is. Ik neem vandaag deze bril mee. Gewoon deze tas. Ik heb mezelf net ingesmet met zonnebrandcreme. Super nodig van mij. En vandaag ga ik deze parfum opdoen. Van YSL. Deze. Ik vind het echt de perfecte zomergeur. Oh, zo lekker. Ik heb vandaag weer deze schoenen aangedaan. Ik vind deze echt heel erg fijn. Ik had ze gisteren ook al aan. En ik had er helemaal geen last van. Dus stop. Oh, gelukkig is er ook echt een heel lekker windje buiten. Perfect gewoon. Zo, eindelijk het huis uit. Ik ben nu onderweg naar Honey. Ik ben een beetje aan de late kant. Want ik zou eigenlijk nu al bij haar moeten zijn. Maar ik kom denk ik iets van 20 minuten te laat. Ik merk nu echt dat ik de laatste tijd gewoon heel veel roze op mijn lippen doe. En dit is weer Kylie die ik nu op heb. En ja, ik weet niet, misschien omdat het weer zomer is ofzo, dat ik een beetje meer kleuren op doe. Ik heb trouwens vandaag iets van 2,5 uurtjes lopen editen. En ik denk dat ik vanavond weer moet editen, wil ik echt op schema lopen als ik naar Frankrijk ga. Dus ik ga even pikkelen. Vandaag kom bij Hon. Let op, is heel vrolijk. Hi Hon. Hey. Alles goed? Ja man. Lang geleden. Zo. Ze heeft net ook al in mijn vlog. Ik heb Hon heel lang niet gezien. Ja, één keer even kwam je heel snel vlees brengen. Dat was echt 2 seconden. 2 seconden. 2 seconden. Heb je het koud of niet? Nee, lekker. Oh jongens, wij zijn wel dus uitgegeten. We hebben op het terras gezeten waar het echt zo druk was. Kijk, je kan het hier een beetje zo zien. In die hoek. Echt niet normaal. En er waren eigenlijk nog maar 2 plekken over. En dat waren allebei echt midden in de zon. Dus we hebben echt gewoon liggen bakken daar. We zweten ons dood. Maar het was wel gezellig, hè hoor.
Heel gezellig. En nu gaan we even door het park gewoon even lopen. En hier is het echt gewoon veel frisser. Mensen die hier te barbecuen en zo, joh. Nou, het ene gedeelte mag je barbecuen, het andere gedeelte niet. Oh. Zo, lekker wandelen met hond na van na het eten. Mooie paarse nagels van je. Met je paarse jurk. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga gelijk even mijn huisjurk aangaan. Het is echt niet normaal warm. Hij is ook thuis, hè? Serieus. Hij heeft autopech gehad, dus hij is helemaal naar de kut gewoon. Oh, ik heb echt even een elastiekje nodig. Ik zoek naar een elastiekje. Nope. Ik heb echt al zoveel elastiekjes, maar ik kan ze nooit terugvinden. Wat? Mijn elastiekjes. Irritant, jongen. In de badkamer kijken. Eemkijn. Yes. Voor mijn gevoel ben ik dus nu echt heel erg bruin. Maar ik zie er nog steeds bleek uit. Ik word gewoon nooit bruin. Ik ben echt benieuwd hoe bruin ik ga worden in Frankrijk. Want het is daar echt volgens mij nog een stuk warmer. Nou jongens, kijk ons hier lekker liggen. Hi Lina. Oh, je hebt zo'n lekkere knuffelkat in bed. Je bent zo lief, hè Lina. Stinky. Je stinkt een beetje. Oh, ben je ook zo moeders? Mm. Oh, Dina is aan het krabben hier. Oh, Jezus. Oh, oh mijn god, wat is dit? Oh. Het is te lekker gezellig op ons terrasje. Ja, Dina is alles. Bos, water en... Nee, soms aanbellen we zijn moeder. Alles hebben ze. Ja, precies. En dan moet het daar Dina en Lira willen ook naar buiten. Ja, ze staan heel dicht bij de deur. Ja, om 8 uur stond ik. Stond dat niet. Ik stond op naar de wc te gaan. Toen ging ik niet meer slapen. Ja, om 3:30 gingen wij naar bed, hè? Mm-hmm. Deze staat om 8 uur op. Maakt ze mij ook wakker. Maar ja, ik heb nog tot 10 geslapen. Jij hebt gewoon geslapen, hoor. We hebben echt de hele avond eigenlijk een beetje buiten gezeten. Ik ga nu denk ik even mijn make-up eraf halen. En... rustig aan richting bed. Oh, ik moet wat vitamintjes nog even slikken allemaal. Maar jongens, zoveel slik ik dus elke dag. Dit is na mijn tweede maaltijd. Ik wil mijn make-up eraf halen. En ik dacht, ik heb laatst gewoon een doos gehad. Met allemaal spulletjes erin. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld gewoon nog een masker. Die kan ik prima gebruiken. Ik heb er nu alleen niet zoveel zin in. Maar... scrub nu ook niet. Kijk, dit is bijvoorbeeld een dagelijkse scrub. Oké, ik ga deze even uitproberen. Dagelijkse scrub. Is het ook voor je gezicht? Even kijken. Ja, deze is ideaal. Dit is geschikt voor je gezicht. Dus die ga ik zo even gebruiken. Het afhalen van mijn make-up. Wat is dit dan? Nee, body wash. Dit is een cleanser. Even kijken. Dat kan ik ook even uitproberen. Dit is een cleanser van de DA. 3-in-1. Reinigt, verzorgt en hydrateert. Ja, dat ga ik ook even uitproberen voor jullie. En dan... even kijken, wat hebben we hier? Serum. Tandenborstel. De shampoo en zo. Dit is tandpasta. Nee. Antitranspirant Zero Crème. Ik ga deze gewoon aanbrengen voor slapen gaan. Ik ben heel erg benieuwd. Dit merk is best wel goed trouwens tegen zweet. Ik heb het wel eens gebruikt. Alleen ik vind de geur een beetje tof of zo. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Maar ik vind het niet zo muffig. Ja, muffig vind ik het. En dit is water spray. Verfrist huid. Trouwens, ik heb dus gehoord dat je deze dus in de koelkast moet doen. En dan... daarna zo op je gezicht. En dan daarna zo op je gezicht moet sprayen. Oh, dat is lekker joh. Oh, hij ruikt heel zoet. Oh, deze neem ik mee op vakantie. En dan hebben we hier dus body butter. Daar ga ik mezelf lekker mee insmeren voor het slapen gaan. Nou guys, ik ga even lekker beginnen met de cleanser van de DA. 3-in-1, reinigt, verzorgt en hydrateert. Oeh, ik weet niet wat ik van de geur vind. Of even de geur?
mannen zijn eerlijk. Wat vind je van de geur? Beetje, ja, mijn neus doet een beetje verstomd. Beetje kleiachtig of zo, hè? Ja. Heel raar. Ik weet niet of ik het lekker vind. Heel raar. No, I'm not a fan. She's not a fan. Maar even kijken of die wel echt schoonmaakt. Ga even kijken of die schoonmaakt. Hou je fucking back. Wat ben je aan het doen? Ik ben een spiegel aan het delen. Oh, en nu? Wat is er gebeurd? Ja, moet ik even wat verder gaan, hè? Wat heb je nou gedaan? Mijn make-up afhalen. Oh, dat lukt eigenlijk best wel goed, man. Oh, goed. Nou, is hij goed gekund door de Mariama? Ja, hij stinkt wel, hè? Oh, hij stinkt wel. Hij stinkt in de klei. Oh. Wat ben jij aan het doen dan? Doe hem napraten of zo. Ja. Gezicht heel goed schoongemaakt. Dus, ja. Hij doet zijn werk goed. Mijn huid is heel zacht. Ik vind alleen de geur echt gewoon verschrikkelijk. Ben je er weer? Ik ga even één potje spelen, dan ga ik slapen. Ja. Oh, wat is dit? Antitranspirant van Terme. Oh, hij ruikt lekker. Oh, ik vind deze heel erg lekker ruiken. Heel zacht. Een dagelijkse scrub. Oh, het is gewoon een soort van crème. Hm? Hoe dan scrub? Oh ja, ja, nu voel ik het. Ik doe even heel zacht scrubben. Ik ben vandaag natuurlijk ook in de zon geweest. Oh, deze ruikt ook wel lekker. Lekker fris. Zo. Oh, het heeft mij ook echt heel zacht gemaakt, moet ik zeggen. Dan hebben we de nachtcreme van Nivea. Naturally Good. 99% natuurlijk bio-arganolie. Het ziet er ook echt uit alsof het uit zo'n Nivea-pot komt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker in vet op mijn gezicht. Oh, dit voelt goed aan. Oh, het valt me best wel goed, jongens. Dat had ik niet verwacht. Oh, lekker. Het ruikt heel zacht. Echt zo'n Nivea, zeg maar, geurtje. Ik ben hier best wel positief over. Als laatst wat ik ook had gepakt van Zarka Body Butter. Voor de gevoelige huid. Herstelt en verzorgt intensief. 0% parfum, vegan en hypoallergeen. En nu ben ik, aangezien er 0% parfum in zit, ben ik hier ook heel erg benieuwd naar de geur. Ik ruik niks. Nou, dat is duidelijk dat hier dus geen parfum in zit. Want ik ruik niks. Nou, we gaan het even lekker smeren. Ik dacht, ik ga mezelf even lekker insmeren mijn lichaam. Ik een beetje lekker ruik. Maar je ruikt gewoon precies niks. Oké, dat vind ik wel een beetje boring. Ik snap wel dat sommige mensen hier beter tegen kunnen. Want ze hebben allemaal geen... En zo, maar dit is voor mij gewoon boring. Nee, dit is niks voor mij. Ik ga mezelf lekker voor het slapen gaan even insmeren met deze body lotion. Van zaad en van Voltaire, want die ruikt tenminste lekker. Zo. Oh, ik heb nog wel op mijn lippen. Ik zie een kleurtje. En nu ben ik lekker ready voor bed. Ik hoop dat jullie mijn mini review van de producten leuk vonden. En als jullie het vaker willen zien, let me know. Dan doe ik lekker een eerlijke review van de producten die ik echt voor de eerste keer gebruik. Uit mijn PR pakketten. Let me know hieronder. En ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Sorry voor de saaie vlog. Ik heb het vandaag een beetje verwaarloosd eigenlijk. Maar ik ben er morgen weer. Morgen moet ik waarschijnlijk ook heel veel eten. Bla bla bla. Maar zie jullie morgen weer.